Oké. Kan er iemand mij een rente uitleggen? Iemand gewoon die mij kan uitleggen waarom rente de gewoon al is. Rente, ik snap geen ballen van rente. Ik snap ook niet waarom, maar ja, dat is iets waarvan ze zeggen, ja, dat is zo. Ja, geld wordt gewoon meer geld. Dan heb ik toch al 9 maanden 3 briefjes van 5 euro voor elkaar weggemaakt. Dat zijn gewoon 2 briefjes van 5 euro. Die er al 9 maanden liggen in. Maar dat wordt blijkbaar meer geld. Waarom zegt dat dan? Geld kost geld, dat is. Maar dat slaagt dus nergens op, hè. De bank zegt, ja, jongen, dat is rente. Dus als ik naar een bank kom en ik zeg, hey, ik wil 100 euro kopen. Dan zeg ik, dat is goed, wat kost dat? 110 euro. Wat? Maar ik heb hier een briefje van 100. En jij geeft mij een briefje van 100. Zeg, nee, meneer, maar dit briefje van 100. Dat is geen 100, hè. Dat is 98. En waarom? Rente, hè. Ik leer 100.000 euro en dan heb ik 100.000 terug. Nee, dat is te weinig. Nee, maar die 100.000 euro is wel te weinig. Voor die 100.000 die ik aangegeven, dat is geen 100.000. Snap je? Nou, die 100.000 die ik aangegeven, eigenlijk 110.000 euro. Waarom? Rente. Dat geld bij goed. Maar waarom? Waar hebben dat uitgevonden, hè, geld? Waar hebben dat uitgevonden? Dat is niet. Allee. Hij gaat tegen mijn buur zeg, maak je grasmachines leren? En dat hij dan zegt, als je maar een grote grasmachine doet, als mijn grasmachine maar groter is, tegen dat je het terugbrengt, it's yours. Dat slaat er bij varken, snap ik dat? Ik leer dat varken, dus geef ze mijn 4 terug. Dat snap ik, maar varkens poepen en varkens worden dan eigen meer varkens. Dus dat snap ik. Maar geld, nee. We hebben dus iemand die geld gewonnen en zei, hé, weet je wat ook bij moet uitvinden? Wat? Rente. Maar waarom? Waarom? Die gast heeft problemen gecreëerd. Nou ja, toen al. Ja, toen. Dus hij moest, als ik nou iets druk, dan is dat morgen dat niet meer werd. Dat het getal erom staat. Omdat ik dacht gewoon, ik snap er geen ballen van. Ik snap er geen woorden van. Waarom doen wij rente? Ja, want dan zeggen ze, jammer, wie bepaalt die rente? Ja, de Nationale Bank. Dus die zeggen, ah wel, vandaag. Wacht. Janine! Ja. Hoe wil ik het taal van 1 tot 10? Burger decimaal, 6,3. 6,3 vandaag. Janine heeft gezegd, 6,3. Ik kan niet zeggen, nou, wie zit dan boven van waar met de Nationale Bank dan? Van de Europese Centrale Bank? Is dat Italië wel doen, hè? Gekregen, zeg, hier is een auto. Hier is een dikke vette breed. Het was een job, jij moet gewoon elke dag een getal noemen. Dus ik, that's your fucking job. En dat is min 10 en 10. Maar ook min. Hoe dat ga je voelt je? Dat ga je voelt. Doe maar. Toch. Ik heb geen idee. België, dat is nog een waarom. Je hebt meer gekocht dan je hebt verkocht. Waar hebben wij gekocht? Waar hebben wij verkocht? Zijn er dingen dat wij dan verkopen? En dan denk ik, wie, wat, waarom? Als je dus meer koopt dan verkoopt, dan is mijn 100,70 euro. Wat? Slaap nergens op! Er is iemand die zegt, nee meneer, dat is heel simpel. Nee, niemand hè? Dat zit allemaal zo. Worden we allemaal bang? Of wat? Merk je dat? En van welke nalige? En welke manier beslist dat? Zal ik er wat foto's van zijn kindjes gaan pakken om de schuld te zetten van die meneer?
Die is banken redden met ons belastinggeld en dan zeg je met een lening. Nee. Wij vertrouwen je niet meer geld. Ouch! Ja, het goesting was de KBC binnen te wandelen te zeggen. Maar wel, geef er 5 euro voor.